We zijn vandaag in Oudenaarde, in het prachtige laatgotische stadhuis van de stad Oudenaarde. In het stadhuis loopt momenteel eigenlijk een heel ambitieuze, mooie tentoonstelling gewijd aan Adriaan Brouwer. En Brouwer hoort eigenlijk thuis in het rijtje van de allergrootste tussen Rubens en Rembrandt als meester van emotie. Het is ook de eerste overzichttentoonstelling ooit gewijd aan Brouwer. Dus Brouwer is geboren in Oudenaarde en op jonge leeftijd vertrekt de familie de Brouwer naar Gouda. En dan nadien vinden we zijn sporen terug in Amsterdam en in Haarlem. En dan later vinden we hem terug in Antwerpen. En dat is dus eigenlijk een van de kenmerken dat Brouwer de verschillende genres die op dat moment populair zijn, dat hij die eigenlijk gaat blenden. Dus hij is echt een meester van Noord en Zuid. We staan hier bij Brouwers luidspeler. De luidspeler is een van de topstukken, een van de vele topstukken in onze tentoonstelling. Hangt normaal gezien in Londen in de Victoria and Albert Museum. Dat is eigenlijk Brouwer op zijn best. Kijk maar eens naar die blik van die man die de toeschouwer rechtstreeks aankijkt. En zo eigenlijk de toeschouwer betrekt in het tafereel. Dus alsof dat hij naar ons kijkt van neem maar deel, het is hier fijn. We staan hier bij De Rokers. Het is het enige gekende zelfportret van Adriaan Brouwer. En we zien eigenlijk Adriaan Brouwer die zichzelf portretteert tussen zijn maten, kunstenaars, collega's. Het is ook wel een zeer uniek zelfportret. Het is natuurlijk Brouwer op zijn best als meester van emotie. Hij kijkt verschrikt op, alsof wij als toeschouwer hem schijnbaar betrappen in iets dat hij doet. Brouwer heeft een aantal prachtige ochtendlandschappen gemaakt, ook nachtlandschappen. En het stuk zat in de collectie van niemand anders dan Peter Paul Rubens. Dus Rubens had maar liefst 17 Brouwers in zijn bijzonder rijke collectie. En Rubens gaat eigenlijk doen wat hij graag doet aan het einde van zijn leven. En hij gaat landschappen beginnen schilderen op klein formaat. De Wilgen is eigenlijk een stuk, als je het ziet, zou je niet direct aan Rubens denken, maar het is dus een late Rubens, op klein formaat. En als je kijkt naar het schildertechnisch opzet, het formaat en ook de lichtwerking, dan zie je dat hij echt goed naar Brouwer heeft gekeken. En het is ook wel exceptioneel dat de landschappen van Brouwer en Rubens hier naast elkaar hangen, want dat is eigenlijk de eerste keer ooit dat dat gebeurt. Adriaan Brouwer, meester van emoties, is dus echt een once-in-a-lifetime tentoonstelling die je zeker moet meepikken hier in Oudenaarde en ze loopt nog tot 16 december.